Het is de laatste dag van het jaar en dus het goede moment om terug te gaan blikken op het afgelopen jaar. Hoe is 2018 nou verlopen? Zowel op persoonlijk vlak, dus werk, inkomen en vermogen. Maar ook op het vlak van een passief inkomen, dus de website en dit YouTube kanaal. Dus laten we snel gaan beginnen met de terugblik van 2018. Dus je kijkt naar een nieuwe video van het passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En zoals gezegd, in deze video wil ik terug gaan kijken naar het afgelopen jaar, 2018. Ik heb aan het begin van het jaar een video gemaakt wat mijn plannen waren, wat mijn doelen waren om te gaan halen. En nu is het eigenlijk een beetje het moment om terug te gaan blikken, kijken wat goed is gegaan, kijken wat beter kan. En eventueel vast een beetje vooruit te blikken over wat we dan volgend jaar kunnen doen. Zoals gezegd wil ik dit verdelen in twee categorieën. Ten eerste persoonlijk, dus dat is het werk, inkomen en vermogen. En daar gaan we dan ook mee beginnen. Zoals de vaste kijkers van dit kanaal weten, ben ik ongeveer 2 maanden geleden opgehouden met mijn eigen bedrijf. Het bestaat nog wel, maar ik werk er niet meer in. En ik ben sinds die tijd in loondienst gegaan. Ik maak nu 38 uur in de week, waardoor ik dus veel meer vrije tijd over heb. Omdat ik van tevoren minstens 60 uur in de week maakte. En die vrije tijd wil ik nu vooral gaan gebruiken om ten eerste wat uit te rusten natuurlijk, maar ook om in dit kanaal en in passief inkomen in het algemeen te investeren. Dus veel van mijn tijd wil ik hierin investeren, omdat ik zie dat hier potentie ligt. Dit is wat ik leuk vind. Dit kan nog groeien de komende jaren. En dat is dus ook heel belangrijk voor mij en dus mede dat ik die keuze heb genomen. Aan het begin van het jaar had ik nog niet gedacht dat ik zeg maar begin november mijn baan of mijn eigen werk op zou geven en dus een betaalde baan zou nemen. Maar ja, zo lopen dingen nou eenmaal en ik denk dat het wel een goed moment was om die keuze te maken. Vooral toekomstgericht te kijken en dat is denk ik de grootste verandering in het afgelopen jaar in mijn werksfeer in ieder geval. Kijken we nou naar mijn inkomen, dan is dat vooral het passieve inkomen wat ik dan bedoel. Dan zien we eigenlijk dat ik dit jaar daar niks op verdiend heb. Het heeft me eigenlijk eerder geld gekost. Eens in de zoveel tijd maak ik een video over mijn passieve inkomen, wat dan tot nu toe nog steeds vooral uit investeringen komt, dus aandelen, indexfondsen, noem maar op. Nou, de laatste video was van 31 oktober en toen stond ik in de min. Min 1154 euro, min 1145 euro moet ik zeggen. Nou, sinds die tijd is de beurs alleen maar minder geworden. En kijken we nou naar tweede kerstdag, toen heb ik de cijfers voor deze video verzameld. Toen had ik nog eens 775 euro extra verlies ten opzichte van die eerdere cijfers. En daardoor kwam het verlies eigenlijk tot nu toe op min 1919 euro voor dit jaar. Nou is dit natuurlijk niet leuk om te horen dat je bijna 2000 euro geld hebt ingeleverd. Maar ja, aandelen Tesla die hebben juist een lange tijd laag gestaan en die heb ik nu juist winst op. En terwijl nou juist de rest van mijn aandelen allemaal verlies laten zien. Maar ja, dat hoort erbij, dat weet je. Ik ben lange termijn investeerder, dat is tenminste wat ik wil gaan doen. Dus ik kijk nou niet op de korte termijn, nu heb ik een verlies. Ik weet dat gemiddeld genomen een rendement van 7% heel aannemelijk is. Ik heb lange tijd boven de 10 gestaan. Ten opzichte van een jaar geleden, zeg maar. Nou, dan weet je dat het nu een keer kan dalen. Maar we gaan dus gewoon vooruit denken. We blijven investeren in de toekomst. Ook maandelijks bijbetalen. Meer investeren elke maand. Omdat we weten op lange termijn 7% rendement heel reëel is. En daar richten we dan ons ook op. Niet op korte termijn, niet het komende jaar, maar de komende 5 of 10 jaar. Daar wil ik mijn eigen op richten. Dus nu helaas een dipje. Maar eigenlijk is het alleen een voordeel, want ik kan nou goede koper aandelen bijkopen en mijn posities vergroten. Dus dat is alleen maar meegenomen. En wat nou eigenlijk veel belangrijker is dan inkomen, alhoewel inkomen natuurlijk ook wel belangrijk is omdat je geld nodig hebt om die investeringen te kunnen maken, is het vermogen. Ik heb daar eerder al een video over gemaakt waarin ik vertel waar je nou op moet focussen. Is dat op inkomen of is dat op vermogen? Nou, mijn idee is dat dat op vermogen is. En kijken we dan naar dit jaar. Ik wilde, aangezien ik afgelopen jaar 50% in vermogen was gestegen, wilde ik dit jaar, dacht ik, 30% te kunnen stijgen. Dat betekent ik begin het jaar met 110.000 euro vermogen. En ik dacht dat dit nou zou gaan groeien naar ongeveer 143.000 euro had ik berekend. Nou, we zijn inmiddels aan de laatste dagen van het jaar bezig. En zoals het er nu naar uitziet sluit ik dit jaar af met een vermogen van 155.000 euro. En dat is ten opzichte van het begin van het jaar, die 110, is dat een stijging van 40%. Nou, dat is 10% boven wat ik had gebudgeteerd. Hoe komt het nou? Nou, ten eerste heb ik wat meer inkomen en meer investering kunnen doen dan wat ik had gedacht. Daarnaast zie je ook dat bijvoorbeeld mijn huis meer waard is geworden. Dat is vooral een heel erg belangrijke factor daarin.
En dan heb ik hem op het einde van het jaar zelfs zo gewaardeerd dat hij nog eigenlijk, ik weet dat het meer waard is, maar ik weet ook dat op het moment dat ik het moet verkopen misschien er minder voor krijg of er kosten mee gemoeid zijn. Dus ik heb het iets lager op mijn budget eigenlijk staan of op mijn overzichtje staan. Vandaar dat ik denk dat mijn huis plus 14% is gestegen. Of in ieder geval mijn bezitting in totaal. En daar valt mijn huis dan onder. Kijken we nou juist naar mijn schulden, dan zijn die het afgelopen jaar afgenomen met 3%. Dus dat alleen maar goed, een min getal bij je schulden. Want dat betekent dus dat je minder schuld hebt. Dit komt natuurlijk omdat ik maandelijks heb afbetaald. Onder andere een hypotheek en een studieschuld. Maar ik heb ook extra afgelost op mijn hypotheek. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk meespelen. Dat is een heel erg goed punt. En kijken we dan naar het vermogen, het belegde deel daarvan, dan zie je dat daar het afgelopen jaar 85% in is gegroeid. Nu heb ik ongeveer 19.000 euro belegd vermogen. Nou, was het nou een goede beurs geweest, dan zou dit ongeveer 22.750 euro zijn geweest. Maar zoals gezegd, de laatste maanden zien we daar een dip in komen. We hebben wat verliezen geleden. Vandaar dat we nu dus ongeveer op 19.000 euro staan. En ik zie wel dat het misschien nog wel door gaat trekken naar 2019. Dus ik hou er rekening mee dat het nog verder zakt. Dat het ongeveer 30% gaan zakken vanuit wat het mogelijk had kunnen zijn. Dus 30% lager dan die 22.750. Dus ik verwacht dat we richting de 16.000 euro belegd vermogen gaan. Maar zoals gezegd, niet op korte termijn denk ik. Wel op lange termijn denk ik. Ik blijf gewoon maandelijks investeren. En dan zullen we zien hoe ver het volgend jaar groeit. Maar dat is maar een beetje afwachten dus. We kunnen dus wel concluderen dat 2018 in ieder geval financieel gezien voor mij een succesvol jaar was. Omdat ik dan ga richten op vermogen en niet op inkomen. Kijk naar vermogen, dan had ik 30% voorspeld eigenlijk of gehoopt. En het is 40% stijging geworden, dus dat alleen maar prima. Voor volgend jaar heb ik natuurlijk ook weer dingen die ik wil gaan doen, verwachtingen die ik heb. Die onderwerpen over mijn verwachtingen en doelen en plannen voor 2019 krijg je aanstaande woensdag te zien. Dat is dan de eerste video van 2019 en daar vertel ik dus in wat ik dat jaar van plan ben. Ga ik ook weer in op financiële dingen zoals hoe zie ik het jaar voor me. Hoe wil ik het jaar graag afsluiten, met welke getallen, welke bedragen. Dus als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan op dit kanaal. Dan krijg je in ieder geval die video te zien, maar nog veel meer video's zoals ik zei. Over persoonlijke financiën, over investeren en beleggen en over passief inkomen. Maar dan gaan we nu naar het tweede deel van deze video en dat gaat dus over een passief inkomen. Dan aan de ene kant het YouTube kanaal en aan de andere kant de website. Nou, laten we beginnen met dit kanaal. Het was 2017 dat ik het jaar afsloot. Toen was ik net begonnen met dit kanaal. Ik had op dat moment 3 video's geüpload en 33 abonnees. Je zag dan dat de pieken van kijktijd rond de kerst lagen. Daar had ik ergens een goede dag, een goede video waar ik heel veel kijktijd had gehaald. En kijken we nou juist naar 2018, dan zul je zien dat dit nummer 67 is. De 67ste video dit jaar. Ik heb inmiddels 110 abonnees, dus dat is ook al ver gestegen. En als we dan gaan kijken naar de kijktijd voor 2018, dan zul je zien dat eind april ik ben begonnen met een uploadschema eigenlijk. Door continu op vaste momenten te uploaden, zie je ook dat de kijktijd vanaf dat moment gaat toenemen. Ik heb al regelmatig wat pieken, zoals in de vakantie, dat soort dingen. Maar eigenlijk, je ziet een constante groei tot en met nu toe. Elke video levert dus weer meer kijkers op en elke video wordt steeds beter bekeken. Er wordt meer interactie, ik heb meer abonnees en daardoor groeit eigenlijk alleen maar de kijktijd. Dus dat is altijd een positief ding. Zoals gezegd upload ik tegenwoordig 2 video's in de week. Eentje op maandag en eentje op woensdag om 6 uur. En voorheen was dat nog een planning om dat op vrijdag te doen in 2017. Maar ik had snel gemerkt, toen was het in ieder geval de idee en de insteek. In het weekend hebben de meeste mensen tijd. Dan hebben ze tijd om die video's te kijken. Dus ik zorg dat het einde van de week een video online staat. Inmiddels heb ik geleerd dat vooral mensen door de week veel kijken. En in het weekend juist wat tijd vrij nemen en dus minder YouTube kijken. Dat is dus ook de reden dat ik tegenwoordig op maandag en op woensdag upload. En dat schema ga ik ook voor de komende tijd aanhouden. Nou, zoals gezegd heb ik eigenlijk wel veel groei gezien. Vooral de laatste maand is er veel groei te zien. In kijktijd, in abonnees ook trouwens. En kijken we dan naar die abonnees, dan zul je zien dat van die 110 abonnees er 57% man is en 43% dus vrouw. Dat is eigenlijk wel een best mooie verhouding, omdat ik het niet had verwacht dat die verhouding bijna 50-50 zou zijn. Kijken we naar de leeftijden van de abonnees op dit kanaal, dan zul je zien dat volgens YouTube in ieder geval iedereen tussen de 18 en 35 jaar is. Nou, dat is helemaal prima, omdat dat juist de doelgroep is waar ik me op wil richten. Zoals al vaker gezegd in de video's, hoe jonger je bent en hoe eerder je begint met een budget maken en investeren, hoe meer vermogen je uiteindelijk op kunt bouwen, omdat
Een heel erg belangrijk onderdeel van vermogensopbouw, dat is samengestelde interest. En daar het belangrijkste onderdeel van is juist tijd. Want rente op rente, ja, hoe langer je daarmee bezig bent, hoe groter dat effect wordt. En dus als je tussen je 18e en 35e hier al mee bezig bent, dan heb je nog ongeveer, ja, zal het zijn, bijna 50 jaar of 30 jaar in ieder geval, tussen die koers nog tot aan je pensioen. En dat is nog tijd genoeg om geld te sparen en te investeren en dus een vermogen op te bouwen. Dus het is wel mooi om te zien dat, in ieder geval als de cijfers van YouTube kloppen, bijna iedereen die op mijn kanaal komt onder de 35 is. En het is ook leuk om te horen dat ik af en toe reacties terugzie, dat mensen ook iets doen met mijn informatie, het toepassen al. Zo las ik laatst iemand die extra hypotheek had afgelost voor de eerste keer. Nou, dan weet je dat ik in ieder geval mensen heb geïnspireerd en gemotiveerd. En ik hoop dat ze ook in die situatie dan mee kan helpen. Dat uiteindelijk het waar ze naartoe willen werken, dat dat telkens meer binnen handbereik komt liggen. En dat is natuurlijk leuk om te zien. Nou, sluiten we de video even af met nog de website. Zoals jullie misschien weten heb ik volgens mij begin van deze maand de website veranderd. Ik heb het nou meer aangepast nadat dat het een blog wordt. Dus van elke video die ik maak wil ik ook in tekstvorm de hele video uittypen. Nou, ten eerste is voor de mensen die op YouTube komen, is dat een leuke manier om makkelijk even achteraf iets dingen terug te kijken. Misschien ben je niet altijd in de situatie om het video te kijken of wil je eens rustig iets teruglezen. Nou, dan kan dat. En de tweede reden is natuurlijk dat omdat ik het uittyp, die teksten gevonden worden door Google. En de meeste mensen zijn natuurlijk via Google op het internet op zoek naar de informatie. Ik hoop dan dat ze dan mijn artikelen vinden daar. En vanuit daar doorklikken naar bijvoorbeeld deze YouTube video's. Dat ze op die manier hun informatie binnenhalen. Maar zo heb ik eigenlijk twee doelgroepen die ik kan bereiken. De eerste doelgroep via Google, wat eigenlijk de eerste, ja, de grootste zoekmachine is ter wereld. En de tweede grootste zoekmachine is natuurlijk YouTube. En daar is het natuurlijk veel interessanter voor mensen om niet alle informatie te hoeven lezen, maar het gewoon in een videovorm te kijken. Is vaak veel efficiënter. Je krijgt veel meer informatie en het is gewoon voor veel mensen ook wat makkelijker. Dat is dus twee dingen die ik heb gedaan. De website heeft natuurlijk ook nog een nieuwsbrief. Dus mocht je je daar nog niet voor hebben aangemeld, die kun je onder elke blogartikel vinden. Als je daarop inschrijft, krijg je eigenlijk alleen de informatie waarop jij je inschrijft. Het eerste mailtje wat je ontvangt, daar kun je categorieën aanklikken. Dus wil je informatie over het budget, dan klik je daarop. Wil je het over passief inkomen, klik je daarop. Of wil je het over investeren? Afhankelijk van waar je op klikt, krijg je alleen informatie over die categorie. Dus heb je niet op budget geklikt, dan zul je ook geen informatie ontvangen over budgetteren bijvoorbeeld. Maar krijg je alleen informatie die relevant is voor jou. Dus heb je eigenlijk nog niet geabonneerd, ga dan naar de website. Dan kun je eigen abonneren op die nieuwsbrief, oftewel EPI Community zoals ik het noem. Omdat het meer is dan een nieuwsbrief, ik wil meer interactie krijgen. Ik heb er nu nog weinig mee gedaan, maar ik wil er zeker in 2019 gebruik van gaan maken. En als laatste heb ik de begin van het jaar aangekondigd dat ik een e-book wilde gaan schrijven. Ik heb namelijk het idee dat iedereen die wil miljonair kan worden. En zeker de doelgroep die ik nu bereik, mensen onder de 35 en liefst zo dicht mogelijk bij de 18. Die mensen hebben nog zoveel tijd te gaan. Die kunnen echt met een minimum salaris als je al hebt, kun je gewoon miljonair worden. Nou, daar had ik helemaal een boek over willen schrijven. Dat is dan helaas niet van gekomen. Maar dat schuif ik dus door naar 2019. Ik heb al wel ideeën uitgewerkt, een beetje de hoofdstukken in gedachten en al een beetje beschreven wat ik daarin wil gaan vertellen. Maar ik heb dus nog niet zover dat ik begonnen ben om te gaan schrijven. Maar zoals gezegd, dat is dus iets wat ik komend jaar wil gaan doen. En ook de mensen die dan in zijn geschreven op de nieuwsbrief, die krijgen de eerste paar hoofdstukken zeg maar gratis om te zien, om te lezen. Afhankelijk daarvan wil ik misschien nog wel feedback krijgen die ik erin kan verwerken. Dus wederom een reden om eigenlijk te abonneren ten eerste op dit kanaal en ten tweede op de nieuwsbrief. En dat was tot zover eigenlijk deze video over afgelopen jaar. Een jaar waarin ik best wel veel bereikt heb. Ook wel dingen die niet zijn gelukt, zoals bijvoorbeeld die nieuwsbrief of het e-book waar ik aan toe wilde komen. Maar dat kunnen we dan gelukkig doorschuiven. Ik heb inmiddels wel dus bijna 70 video's geüpload dit jaar. Ik zie dat het YouTube-kanaal in ieder geval groeit. En vandaar dat ik dan ook verder mijn website wil ontwikkelen. En dat wil ik dus doorzetten naar volgend jaar. Maar meer informatie daarover krijg je dus in de volgende video. Wederom over plannen, over een passief inkomen, maar ook over mijn vermogen, hoe ik dat volgend jaar wil gaan ontwikkelen. Tot zover deze video. Bedankt voor het kijken. Alvast een fijne jaarwisseling. En ik hoop jullie dan aanstaande woensdag terug te zien in de nieuwe video. Vond je nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat altijd even in de reacties weten als je nog vragen hebt, opmerkingen, tips misschien voor volgende video's. En dan zie ik jullie graag in de volgende video terug.